Goedemorgen, het is heel vroeg 's ochtends. Ik ben wakker, ik heb gedoucht en ik wil graag voor jullie even een tip opnemen op video. Want dit is echt iets wat zo goed helpt mij. En ik weet dat ik gewoon niet de enige ben met dit probleem. En ik zat weer naar mijn huid te kijken en ik dacht, ja nee, ik moet dit delen met jullie. Het is namelijk zo, ik ben 29 en ik heb last van adult acne, zoals ze dat noemen. Dus dat betekent dat ik nog acne krijg, terwijl eigenlijk dat iets meer is van de puberteit. Maar ja, ik heb er ook gewoon nog last van. Bij stress, bij weinig slaap, bij bepaalde producten op mijn huid waar ik niet tegen kan. Maar vooral ook, ik weet niet, het lijkt wel alsof mijn huid gewoon eens in zoveel tijd een soort van aanval krijgt. Of een soort van ophoping. En ineens zit ik helemaal onder de puistjes. Nou, en ik merk dat ik dat vooral heb als ik reis. Dat is een combinatie van vliegen, heel veel zonnebrandcreme smeren. En ja, toch wel wat later eten. En de combinatie daarvan zorgt ervoor dat ik helemaal onder de puisten zit. En je hebt verschillende soorten acne en puistjes. Hoe het eruit ziet. Je hebt groot, je hebt diep onderhuid. En wat ik vaak heb is dat het toch een soort van kleine rode puistjes zijn. Die eigenlijk, het lijkt alsof ze wat dieper zitten, omhoog komen. Maar dat er best wel wat lage huid nog op zit. Alsof het een hele, ja, een ontsteking is die iets dieper is. En het komt ook allemaal in één keer. Dus ik heb hier. En dan denk je echt, oh, wat moet ik doen? Nou, kan je geloven dat ik dat eergisteren nog had? Eergisteren zat ik nog een soort van helemaal onder. Kijk, hier kan je het nog een beetje zien. Hier zit nog een plekje. Dit is een pigmentplekje. Maar dat is nu helemaal weg. En ik wil jullie heel graag laten zien hoe ik dat heb gedaan. Want ik weet dat ik ben zelf ook al eeuwen aan het zoeken naar een oplossing. En dit is wat altijd werkt. Oké, hierbij het geheim. Voor het slapen was je gezicht, dus haal je make-up eraf of gewoon wassen met face wash, whatever. En daarna gebruik je dit als tonic. Dit is Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Salicylic Acid. Nou, dat is dus 2% BHA salicylzuur. En voor degene die niet weet wat voor type product dit is eigenlijk een soort van mini peeling voor thuis. Je doet dit op een watje, je haalt het als tonic over je gezicht. Het voelt een beetje tintelend en het haalt eigenlijk een laagje huid weg. Je kan het vergelijken met, nou ja, bij een salon doen ze professionele peelings met 50% of 70% zelfs. En dit is voor thuis, 2%. Dit spul is echt top. Dit is hoe het eruit ziet. Het is dus van Paula's Choice. Ik doe per fles een paar maanden. En ik gebruik het ook zeker niet iedere dag. Het is niet iets wat je elke dag wil gebruiken. Het kan, maar ik ben vooral van als ik een aanval heb of als ik merk dat het minder goed gaat, dan gebruik ik dit trucje weer en dan boem, is het gelijk weer weg. Dus deze als tonic. Dan wacht ik 5 minuutjes en dan smeer ik crème op mijn gezicht. En niet zomaar crème, daarna smeer ik Biafine. Nou, Biafine, dat is een middel wat je in de drogist kan kopen in Frankrijk. Dat is een brandwondenzalf. Kan je in Nederland helaas niet krijgen. Er zijn tegenwoordig wel steeds meer mensen die tubes hierheen halen via en zo. Maar ik raad je gewoon aan om te vragen als je iemand die je kent naar Frankrijk gaat. Of als je zelf naar Frankrijk gaat om een tube mee te nemen. Dit is een kleine, maar je hebt ook grote en dit kost 4 of 5 euro geloof ik. Dus het is echt niks. Nou, dit is dus bedoeld voor brandwonden. Maar als je dit op je acnehuid smeert, werkt dat ook top. Wat dit dus doet, is dit heelt je huid. Dus het heelt, het is heel zacht, het voelt heel lekker. En ook dit haalt een piepklein laagje van je huid af. De een of andere reden, als ik deze twee dingen gebruik, boom, clean skin in ongeveer 2, max 3 dagen. Dus stel, het is op zondag heb ik die acneaanval. Dan kan ik ervan uitgaan dat op woensdag mijn huid weer smooth is. En echt, echt smooth. Kijk, ik ben net wakker. Ik ben nog helemaal en ik heb wallen en alles. Maar als ik make-up op doe, dan gaat dat ook veel gladder. En dan zitten gewoon geen bultjes. Het is gewoon top. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan mijn tip. Dit is echt iets waar ik zelf zo lang naar op zoek was. En dit werkt voor mij. Dus mocht jij nou hetzelfde probleem hebben, adult acne of misschien gewoon acne. Probeer dit eens, dit trucje. Voor mij werkt dit heel goed. En ik ben er heel blij mee. Dus ik hoop dat jullie het interessant vonden. Dat ik iemand kon helpen. Bedankt voor het kijken. Tot snel. Doei. Andere producten doen. Zo. Je kan het zelfs een beetje soort van schilderen. Zo.